Goedendag en welkom bij het COVID-19-journaal voor vandaag, zaterdag 19 juni. Vandaag in het journaal. Epidemie zal zich na 2 weken afzwakken, dat zegt minister Amar Ramadi. Een Osodresi geneest geen COVID-19-patiënten. Bedrijven verplichten mensen te vaccineren en dat is voor onze gezondheidsminister begrijpelijk. André Kamperveenstadion, nieuw opvang voor lockdown-overtreders. De afgelopen week heeft de minister samen met de Nederlandse delegatie, waaronder ambassadeur Henk van der Zwan, een bezoek gebracht aan het boventsunamegebied. De minister zegt dat tijdens zijn bezoek hij heel wat gevallen is tegengekomen in de dorpen waarbij heel wat binnenlandbewoners positief getest zijn. Dus ook daar moet de vaccinatiecampagne op gang komen. Intussen zijn er via Zoom al gesprekken gevoerd met de Gramang Aboy Koni over het vaccinatieproces in het boventsunamegebied. De gesprekken met het personeel waren goed. We weten in een voorgaand bezoek aan het bovenzinaamgebied waren zelf onder personeel mensen die niet wilden vaccineren of niet wilden horen. Maar bij mijn laatste bezoek heb ik gemerkt dat er meer tolerantie is. Mensen hebben het geaccepteerd. Men beseft dat terwijl ik daar ben, meneer daar thuis, had u niet willen geloven. Elke post waar ik ben geweest, werden er mensen geswapt. En er waren positief, want er zijn die sneltesten die daar zijn. Dus terwijl ik het bezoek afrond, zie ik iemand die daar ziek ligt op een bank. Een kind van 10 jaar bijvoorbeeld lag op een bank daar op Bronsweg. En mensen zeggen me, het kind wordt geswapt. Oké. Okay. Terwijl ik afrond en ik kom, zeg minister, het is positief. Ga ik naar Ladouani, hetzelfde. Ga je naar andere dorpen, hetzelfde. Dus overal heb je mensen die COVID hebben, positief getest zijn. En als ze heel ziek zijn en zo ver wonen, kost het enorm veel tijd, moeite en geld om de mensen te brengen naar de stad. Dus ook daar is het vaccineren enorm belangrijk. Maar ik weet, er is een bepaalde mate van weerstand. Maar met betrekking er maar ook toe van, luku, lijkt van hoe een normale vaccinatie gaat het ching. Dat zou ik zo aan toe. Nou, als er staat dat enorm is ching kostiki. Maar je noemt kostiki toe. Want if je kostiki is, dan zorg je ching. Dus hoe denk je dat hoorde dat boom fasie? En Utakanga Grama to Albert Aboy Koni. We hebben ook gesproken via Zoom. En dat kan tegenwoordig ook hè, in het binnenland zelf. Heel goed. Hij is heel positief tegenover. En we gaan proberen ook via het traditioneel gezag de mensen te bereiken. De 3 weken lockdown waarin Suriname zich bevond, heeft niet het gewenste effect bereikt. Dit zegt onze gezondheidsminister in gesprek met het COVID-19-journaal. Maar als we kijken naar de R, waar het voor de lockdown nog op 1,5 stond, is het nu flink gedaald naar 0,93. Dus zegt de minister dat binnen 2 weken er een daling zal zijn in het aantal positieven. De epidemie zal zich afzwakken. We hebben geen het gewenste effect wat we wilden hebben, hebben we niet bereikt. Maar onze R, die 1,5 was, voor we begonnen met de maatregelen, is nu 0,93. Dit geeft aan dat de R, zodra die onder 1 is, betekent dat de epidemie gaat afzwakken. En dat gaat nu gebeuren. U mag het zelf zien de komende week, 2 weken, gaat u merken dat die cijfers gaan dalen. Met betrekking tot de maatregelen, daar zijn er al bekendmakingen over geweest. We gaan nu dat bekendmaken, bedoel ik. En u zult zelf merken wat de regels zijn. We vragen de gemeenschap daar rekening mee te houden. De vrijheid zoals je die had voor COVID, die komt niet automatisch. Ik heb het ook net gezegd. Je kan lekker thuis zitten en denken, ja, die regering en die regering kwalijk nemen. Dat om maatregelen nemen, maar wat is jouw bijdrage? Meerdere malen is door de instanties gevraagd dat men zich houdt aan de Mohana-maatregelen. Er wordt nauwelijks gehoor gegeven aan de oproep. Nu vragen wij nogmaals dat men zich massaal laat vaccineren. Voor degenen die zich niet willen laten vaccineren, zegt de minister aan deze groep dat zij geen onderdeel moeten zijn van het probleem. Het enige dat ik u vraag is om een steentje bij te dragen aan de oplossing. Aldus minister Amar Ramadi. Het enige wat we van je vragen was Mohana. Dat was voordat het vaccin er was. U kent het, die persconferentie waar ik iedereen vraag Mohana. Is het enige wat je kan doen? Mondkap op, handen was als dat houden. Nu is er vaccin. Nu vraag ik je, wil je een nog duurzamere bijdrage leveren aan de oplossing? Wees geen onderdeel van het probleem, maar draag een steentje bij aan de oplossing. Dat is de boodschap. Dus vaccineren is al bewezen, ik hoef het niet te vertellen. Israël, Amerika, Nederland, Europa. Kijk maar naar de Europa League of
de EK, waar stadions vol zijn. Mensen zijn al gevaccineerd, mensen gaan gewoon hun normale dingen doen. En ja, het gedeelte dat zich niet wil vaccineren, dat gedeelte gaat verantwoordelijk zijn voor de uitbraken die we nog gaan zien. Dus ik ben blij dat de mensen die hier zijn, bewust zijn van de gevaren, maar ook bewust zijn voor hun eigen gezondheid. Houden van hun leven. Want ik ben gisteren in de intensive care geweest van het Slans Hospitaal. Ik ga u zeggen, het is niet leuk. Het is niet mooi. En het, natuurlijk weet ik dat ik de mensen niet iedereen kan brengen naar de IC. Maar misschien moeten we een paar van die mensen die echt tegen het vaccineren zijn en niet geloven dat COVID-19 bestaat, misschien moet ik zo'n persoonlijke rondleiding geven in de intensive care om te gaan kijken hoe die jongeman daar, die Bosnisch-Creoolse jongeman, die Hindoestaanse mevrouw, die Javaanse oma, daar aan het haperen is en zoeken naar lucht. Dat is de realiteit. En het is heel jammer om dan te zien dat er mensen nu nog steeds, na anderhalf jaar, niet geloven dat COVID bestaat. Niet geloven dat een vaccin ook gaat werken. Dus de uitdagingen liggen er. Ik ga je zeggen, het is niet makkelijk om als minister om te gaan met al deze zaken. Je probeert een balans te creëren. Ik hou rekening met de gevoelens en meningen van ieder. Ik respecteer die meningen ook, maar ze moeten wel gegrond zijn. Ze moeten wel een bepaald uitgangspunt hebben. Dus dat is in het kort. Mogen werkgevers hun werknemers wel verplicht stellen zich te laten vaccineren? Na vele berichten vernomen te hebben, onder andere op social media, waar bedrijven mensen erop attenderen en verplichten zich te laten vaccineren, vroegen wij aan de minister als zulks wel is toegestaan. Minister Ramadien zegt dat hij niemand zal verplichten zich te laten vaccineren, maar toont wel begrip als bedrijven daartoe overgaan. Het vaccineren is niet verplicht, dat kan ik aan ieder stellen. Het vaccineren mag ook niet verplicht gesteld worden. Het bedrijf moet je ook begrijpen, vooral als het om een essentieel bedrijf gaat, dat men ook geen ongewenste situaties wil hebben op de werkvloer. Dus we moeten daar rekening mee houden en ook begrip voor hebben. Dus als u daar werkt en er zijn op uw afdeling 10 mensen werkzaam en 5, 6 hebben zich laten vaccineren, moet u niet boos worden, want het bedrijf moet doorgaan. Bijvoorbeeld een bakkerij moet brood blijven produceren voor het land. We moeten melk blijven produceren. Dus het is te begrijpen dat bedrijven een beetje dwingen. Maar wij zeggen nogmaals, het is niet verplicht en feitelijk zou je niet verplicht gesteld mogen worden. Elk van ons wil weer terug naar het normaal leven. Om dat te kunnen bewerkstelligen, moeten we ons massaal laten vaccineren. Liever vandaag dan morgen. Woorden van districtscommissaris Bolla. De COVID-situatie, het houdt ons bezig. Het houdt de regering natuurlijk ook bezig en natuurlijk de president. En de president heeft al eerder opgeroepen van laat u vaccineren. Want dat is de boodschap. Laat u vaccineren en dan kunnen we overgaan tot een normaal leven. Elk van ons wil normaal leven. Ik ook, u ook, thuis. Dus laat u vaccineren. Dat is de enige remedie. En laat u niet afleiden door Facebook of mensen die een andere mening op nahouden. Die niet gebaseerd op een stukje wetenschappelijk bewijs. Wat we noemen evidence-based. Er zijn verschillende vaccinaties op de markt. En ze zijn even betrouwbaar. Ik ben zelf ook al ingeënt, dus ik voel me ook redelijk veilig. En ik roep alle mensen om dit ook te doen. En vandaag zien we natuurlijk een heel mooi initiatief van de heer Hindori met zijn medewerkers, staf. Natuurlijk ook de plek zelf, Sanabudaya, dat ze deze plek kunnen ten dienste van het publiek kunnen openstellen. En in samenwerking ook met de bestuurdienst, de resortsraadleden, de districtsraad, is dit eigenlijk een project dat we met z'n allen dragen. En dat is juist wat zo mooi is en uniek. Dat we een stukje collectiviteit tonen, samenhorigheid. En dat we samen willen battelen om dit probleem zo snel als mogelijk op te lossen. Liever vandaag dan morgen. Zoals gisteren aangekondigd, komt professor Dennis Mans ook in dit journaal weer aan het woord. In de editie van het COVID-19 journaal van gisteren had de professor het over het verschil tussen een osodresie en het vaccin. In de editie van vandaag vragen wij aan de professor als het mogelijk is dat een osodresie een COVID-besmet persoon kan genezen. Nee, ik ben geen arts, ik ben farmacoloog. Een farmacoloog is iemand die dus kijkt naar de effecten van geneesmiddelen op het lichaam en die kijkt naar hoe geneesmiddelen werken op het lichaam. En als mijn leerstoel, dat wil zeggen mijn superspecialisme, mijn leeropdracht dat ik heb gekregen toen ik hoogleraar werd, toen ik professor werd in 2008, was van kijken naar de farmacologie van medicinale planten. De farmacologie van planten met medicinale eigenschappen. Dat wil zeggen,
wat doen medicinale planten met het menselijk lichaam en hoe reageert het menselijk lichaam op medicinale planten? En het is dus, het is onmogelijk dat medicinale planten COVID kunnen genezen. Laat me het gewoon dan inderdaad heel voorzichtig zeggen. Er is totaal geen aanwijzing of bewijs voor dat het geval zou kunnen zijn. Laat de mensen zich alsjeblieft niet, voor de gek laten houden, verkeerd laten inlichten. Toch? Verkeerd laten voorlichten. Er is totaal geen enkel bewijs. En dat bewijs, dat zou kunnen komen misschien op basis van proeven, dezelfde proeven die dat vaccin of de vaccins hebben doorgemaakt. En dat zijn zogenaamde fase 1, fase 2 en fase 3 proeven. En vooral die fase 3 proeven die zijn belangrijk, want die worden uitgevoerd onder heel gecontroleerde omstandigheden, of die zijn uitgevoerd onder heel gecontroleerde omstandigheden met honderdduizenden patiënten. En daaruit is onomstotelijk gebleken dat die dingen werken. Vervolgens, op basis van die dingen werken, op basis van wat we hebben gezien bij honderdduizenden patiënten, vrijwilligers, dan, het werkt, is het vrijgegeven. Laat me dan ook direct een ander misverstand uit de wereld helpen. Het is op dat moment, wanneer het fase 3 voorbij is en is vrijgegeven om te worden gebruikt in de general population, is het niet meer experimenteel. Wat dan gebeurt, is fase 4, en daar zitten we nu in, de zogenaamde post-marketing studies. Dat is normaal. Elk middel dat wordt vrijgegeven, dat wordt gedurende jaren nog gemonitord op bijwerkingen, op zaken die we niet hebben gezien of die we hebben gemist tijdens die grote fase 3 studies. En een van de zaken die we toen hebben gemist is kennelijk dus dan het ontstaan van die klonteringen, die bloedklonteringen bij AstraZeneca. Maar laten we ook dat, het is natuurlijk verschrikkelijk erg als jij dan toevallig het slachtoffer zou zijn. Maar laten we elkaar ook niet voor de gek houden. Het is geconstateerd bij 4 op de miljoen patiënten. We zitten in Suriname, trouwens, nou maar laat even de anders zeggen. Bloedklonteringen die fataal kunnen zijn, bijvoorbeeld in de longen en dergelijke, die ontstaan als gevolg van COVID bij 40. Op de miljoen patiënten, dus 10 maal meer. En laten we elkaar inderdaad niet voor de gek houden. Want dat zou dus dan betekenen dat in Suriname met 600.000 inwoners, rond het af, makkelijk, 500.000 en een 500.000 inwoners, dat je dan 2 zou vinden. Dat is eigenlijk, je zou niet 2 vinden, maar de kans dat je dus dan als Surinamer bloedklonteringen als gevolg van AstraZeneca zou ervaren, is 2 op de 500.000. Het is veel kleiner dan de kans dat je Suribet wint. Of die andere, no? Die postcode loterij en zo. Het is veel kleiner. Laten we kijken naar het aantal verkeersslachtoffers. Hoeveel hebben we nu op dit moment? 45, 50? Neem het makkelijk, 50 op de 500.000 Surinamers. Toch? 50 op de 500.000 Surinamers is 100 op de miljoen. Het is 25 maal meer dan de kans om bloedklonteringen te krijgen als gevolg van die vaccinatie. Toch? Dus nogmaals, laten we die dingen bekijken in de juiste proporties. En laten mensen zich alsjeblieft niet laten gek maken door allerlei onbewezen dingen van mensen die dus dan gebruik maken van social media. Het is niet goed. Ik denk ook dat het dus voor niks verwarring, angst wordt veroorzaakt onder de gemeenschap. En we zien dus nu toch in landen waar men een behoorlijke vaccinatiedekking heeft, zien we dus toch ook. Kijk, Nederland. Ik heb mijn broer, ik bel regelmatig met mijn broer in Nederland. Toch? En hij zegt, het is zomer en iedereen is verschrikkelijk gelukkig en dergelijke, omdat men er zelfs aan het overwegen is. Om waar het gaat om open, dus open, openbare ruimtes, de mondkapjesplicht af te schaffen. Men wil het handhaven in de tram, in de trein, waar mensen dus, weet je, dicht op elkaar zitten. Maar het is dus, maar dat men zo ver is gekomen, komt door die grote dekkingsgraad van het vaccineren. Ik moet er ook wel bij zeggen, ik heb ook tegen mijn broer gezegd van, luister, gaan jullie niet direct beginnen te juichen hoor, want we hebben die Delta variant toch, uit India. We have to look how that will develop. En 2, we zitten nu ook in de zomer. In Nederland. En we weten dat wanneer het zomer is,
Toch? Dat is een van onze zaken waar we geluk mee hebben in Suriname. Mensen zijn meer buiten, ramen zijn open, mensen zijn niet meer... Weet je, Nederland is alles op elkaar, in elkaar en dergelijke. Dus dan heb je natuurlijk minder gunstige omstandigheden in de zomer voor het virus. Maar feit is wel, en we zien dat ook in andere landen, hoor, dus dat de zaken open gaan. Als gevolg van het feit dat een groot aantal mensen, weet je, dus die term is bekend, de herd immunity, groepsimmuniteit. Dat het virus dus minder kans heeft te springen van de ene persoon op de andere persoon, omdat zoveel mensen zijn gevaccineerd. En een ander, nou maar ook gebruik maken van de gelegenheid, meneer Daarthuis, als het mag. Mensen beseffen het niet. Ze horen vaccinatie en dat woord vaccinatie is de afgelopen maanden verschrikkelijk beladen. Maar mensen beseffen niet één. Dat iedereen in Suriname als kleine jongen, een klein meisje, als peuter, is gevaccineerd. Dat ding hier wat we enter noemen. Een vaccinatie. DKP, nou DKTP, hepatitis en dergelijke. Iedereen die naar Brazilië is gegaan, Willem, die moet, als je geen gele koortsprikje neemt, is een vaccinatie. En dan ga je in Berlijn blijven. Hoezo Berlijn? Je gaat in Berlijn Airport blijven. Je gaat niet verder. Is ook een vaccinatie. Snap je? Dus ik wil zeggen, dus dat woord vaccinatie, en dat ik neem de mensen die gebruik maken van social media voor allerlei, weet je, nodeloze sensatie. Ik neem ze ten zeerste kwalijk, omdat ze inderdaad nodeloos angst zaaien. Meneer Daarthuis, ik geloof het niet, maar mensen zeggen mij, ik wil die prik niet nemen, want ik wil niet doodgaan. Mijn god, die gaat er niet dood van. En ik begrijp het, ik ga niet zeggen, mensen, jullie zijn dom. Nee, het is de angst die wordt veroorzaakt door deze dingen. En het is nodeloos. En mensen moeten hun verantwoordelijkheid nemen. Vrijheid van meningsuiting is ieders recht. Maar let erop wat voor mening jij ventileert en hoe jij jouw mening overbrengt. De mens gelooft gauw in alles. Maar vooral naar de influencers die actief zijn op social media, doet professor Mans nog een aandringend beroep. Iedereen heeft recht op zijn eigen mening en iedereen heeft recht op zelfbeschikking. Maar recht op gebruik maken van je recht op eigen mening en gebruik maken van je recht op zelfbeschikking veroorzaken volwassenheid en verantwoordelijkheidsgevoel. Ik ga geen gebruik mogen maken van mijn recht op vrijheid van meningsuiting door u te beledigen. Sorry, er zijn grenzen. Toch? Ik ga ook geen recht maken van mijn vrijheid van meningsuiting door te gaan zeggen de aarde is plat. Het is misschien gek, maar mensen geloven alles. Kijk maar naar Amerika waar miljoenen mensen geloven dat ex-president Trump de leider is van een nieuwe beweging die tegen QAnon, toch? En dat weet ik veel, many boys, no? Proud Boys en zo. Toch die heilig geloven dat Hillary Clinton toch betrokken is bij een wereldsamenswering dat uitgaat van pizza, parlors, waar kleine kinderen, waar kinderporno wordt bedreven. Miljoenen mensen geloven het. En we hebben gezien waartoe dat heeft geleid in 6 januari jongsleden. De bestorming van het Capitool. Toch? Dus ik wil ook zeggen tegen de influencers in Suriname, je hebt je verantwoordelijkheid, mensen luisteren naar je. Isabi? Dus bedenk goed wat je zegt. Want het is... Je woorden kunnen een geweldige impact hebben. En tenslotte, het recht op zelfbeschikking. Dat betekent dat je dus met je lichaam mag doen wat je wil. Tuurlijk mag dat. Maar we zijn het inderdaad met elkaar als gemeenschap, als land, als samenleving. Zijn we dus overeengekomen met ons allen. Dat we inderdaad, als we aan het verkeer deelnemen, toch wel gordels dragen. Als we op een bromfiets gaan zitten en we gaan in het verkeer, dan dragen we helm. Ja, ik mag doen met mijn lichaam wat ik wil. Begrijp toch? Je mag doen met je lichaam wat je wil, maar je hebt ook een responsibility voor de rest van de samenleving. En natuurlijk ook voor jezelf. Soms moet men je tegen jezelf in bescherming nemen. Los van het feit dat als er wat met je gebeurt, de gemeenschap gaat moeten opdraaien voor zorg voor jou. Er zijn zelfs, ik geloof dat die discussies zijn afgelopen, maar er waren een tijdje geleden in Europa discussies van mensen die ondanks alle voorlichting over de gevolgen van de nadelige gevolgen van roken. Toch? De maatregelen smokken drie pakje one day. Je krijgt longkanker. Ik heb je 60 jaar geleden gewaarschuwd. Elke dag. Je bent doorgegaan. En dan moet ik nou voor jou komen zorgen. Het is geen goede discussie. Maar het zijn wel zaken die men moet meenemen.
Dus, en nogmaals, we zijn het ook met elkaar over eens, toch? Recht op zelfbeschikking, ik mag doen wat ik wil. Namib King. Nee, er is een leerplicht. Je moet je kinderen naar school sturen tot 12 jaar. Dat zijn jouw kinderen, maar je moet. Toch? En dat heb ik het al gezegd, van die vaccinaties. Ja, ik kan doen wat ik wil, Namib King. Je laat je kinderen wel vaccineren. En als een hondje heeft gebeten, of als je op een groestige spijker hebt getrapt, dan ga je die kleminjectie halen. Wat is die kleminjectie? Vaccinatie. Dus laten mensen alsjeblieft rekening houden met zulke dingen. Zich niet gek laten maken, toch? Gebruik je verstand. We zijn gezegend nu met een cellfoon met waarmee je de hele wereld in één ogenblik kunt bereiken. Maar kijk goed welke informatie je tot je neemt. Toch? En laat je nogmaals niet gek maken. En als je je osteodresie wil gebruiken, er moet nog heel veel aan worden gedaan. Ik ga niet zeggen, het werkt niet. Ik zeg alleen maar, er is in vergelijking met vaccinatie, is er nul aan evidence dat het werkt. Maar, give it the benefit of the doubt. Dat wil zeggen, zoals een heleboel andere osteodresies, baat het niet, dan schaadt het niet. En misschien kan het je immuunsysteem boosten, is een winst. Maar wacht even, voordat je die dingen, vaccinatie en osteodresie, op gelijke schaal gaat zetten. Wacht even daarmee, totdat we evidence hebben verzameld, om te kijken wat of osteodresie op vierde divisie of op Champions League niveau is. En het Korps Politie Suriname maakt bekend dat lockdown overtreders die geen valide reden hebben wanneer zij zich over straat bevinden of geen dispensatiebewijs kunnen overleggen, zullen door de surveillerende politieambtenaren naar het André Kampervin Stadion aan de Letitia Vriestelaan worden overgebracht. Deze locatie wordt ingaande vrijdag 18 juni in gebruik genomen. Mensen, laat het virus van ongehoorzaamheid niet ervoor zorgen dat het COVID-19 virus als de engel des doods steeds meer slachtoffers blijft maken binnen de Surinaamse gemeenschap. Dit was het dan ook weer voor het COVID-19 journaal voor vandaag. U heeft het gehoord van de deskundigen. Jouw mening mag je hebben, maar weet wat je verspreidt. Weet hoe jij jouw mening ventileert. Jaag mensen niet de angsten in, maar probeer mee te werken om Suriname weer gezond te maken. We gaan het blijven zeggen. Laat je vaccineren en stimuleer jouw medemens. Wees geen egoïst, want als er tenslotte iets met jou gebeurt, gaat er niemand zijn die naar jou zal omkijken en je zult alleen voor de consequenties moeten instaan. Je komt op de IC terecht of je sterft aan deze vreselijke ziekte. En wat gebeurt dan met jouw mening? Denk atori, u stop praat, walofiek bericht. We zijn er maandag weer met een nieuwe aflevering van het COVID-19 journaal. Goedendag.